Ja, hier word ik weer zo blij van. Dat is 12 cilinders, 4,8 liter. Ik denk tegen de 700 pk. Dat is ongelooflijk. Ik was in 1970 mee naar Le Mans. En nu is het gewoon deze auto, deze Gulf Porsche. Daar mocht ik toen als klein 14-jarig ventje mocht ik daar gewoon naast zitten. Ja, Rob Slotemaker, die kennen de misschien wat ouderen onder u uit de periode dat hij echt bekend stond als de slip-expert. Niet alleen in Nederland, maar zeg maar in de hele wereld. En zelfs zo bekend was zijn expertise met het slippen van een auto, dat Steve McQueen in 1970 besloot een film over die legendarische race van Le Mans te gaan maken. De 24 uur van Le Mans. Dus die reed met dit soort auto's op de racebaan en voorafgaand aan een groot ongeluk was er vaak een pirouetje of een slip situatie nodig. Nou, dat mocht Rob doen, maar ik mocht mee. En dat was helemaal fantastisch, want Rob wilde namelijk dat ik aan Steve McQueen liet zien hoe ik kon slippen met een auto. Ik heb letterlijk mijn handtekening op het circuit mogen zetten, want ik deed die slippartij op droog met een simkaartje. En toen was die Steve McQueen daar, een beetje Norse diva natuurlijk. Hè? En die geeft mij zo onverschillig een handtekening van nou hier alsjeblieft. Ik stond daar een beetje van ja, wie geeft jou de indruk dat ik dat wil hebben, hè? Want ik was natuurlijk ook wel een haantje. Maar goed, dus die handtekening met die foto, die heb ik jarenlang in mijn huis, heeft hij gezworven. En ik dacht, ja, wat moet ik ermee? Maar ja, inmiddels, je wordt een beetje ouder, je krijgt een beetje meer respect voor wat anderen doen. En Steve McQueen, die had ook niet meer lang te leven. Dus die foto heb ik maar weer opgezocht en die staat nu bij mij in de keuken. Wat een feest. Godsamme. Een circuit als Zandvoort, zo authentiek, met zo'n auto authentiek. Ah, ik heb even flink gas gegeven. Ik weet niet wie ik hiervoor moet bedanken, maar ik ben heel dankbaar. Top.